schip. Ahoy, piraatjes. Steven moest van Piet alle spulletjes die in een oude mand zaten netjes oppoetsen. Toen vond hij iets heel interessants. Toen Steven wist wat het vreemde ding was, wilde hij het ook wel eens uitproberen. Eerst probeerde hij het in de bank. Dan in een dikke balk. Daarna in de tafel. Maar toen deed Steven iets heel erg doms. Hij boorde een gaatje in de romp van de boot. En toen gebeurde er iets vreselijks. En daar zat Steven stil, helemaal alleen. Hij kon niet weglopen, nee, anders zou de boot van Piet Piraat zinken naar de bodem van de zee. Ah, daar is Steven. Kom mee naar de kombuis. Oeh, nee. Maar Berend heeft heerlijke brokkenpap gemaakt en Steven is daar dol op. Wat? Hou jij niet van Berends brokkenpap? Ja, zeg, nu begrijp ik er niets meer van. Kom, kom nu maar mee, kom. Oei, 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 probleem, probleem. Vooruit, Steven. Hoe komt dat gat in de boot? Ah, Steven heeft een gat geboord met die boormachine. Dan weet Berend wat Berend moet doen. Let maar eens op. Laat Berend maar doen. Berend is slimmer dan Steven denkt. Ja? Oh, oh, oh. Oei, oei, geen goed idee van Berend. Kapitein! Kapitein! Ja, Berend, wat is er aan de hand? Hé, zeg, wat staan jullie daar te doen? Laat maar zien, Steven. 1, 2, 3. Ah, 2 gaten in de boot. Laat! 2 gaten in mijn boot! Vlug, stop jullie vingers er weer in. Kapitein, Berend en Steven kunnen toch hun hele leven hier niet zo blijven staan? Ah, ik heb een idee. Maatjes, daar blijven, hè. Zo, hier is Piet Piraat al terug. Dat begrijpt Berend niet. Berend en Steven hebben problemen en kapitein gaat drinken. Ik ga niet drinken, Berend. Ik gebruik de kurkenstoppen van deze 2 flessen om die gaten te dichten. Zo gezegd, zo gedaan. Ja. Zo. Even later was alle gevaar geweken. Middags aan tafel werd er nog stevig nagepraat over de 2 gaten in de boot. Ja, Steven. Ik hoop dat je nooit meer zo dom zult zijn om een gat in onze boot te maken. Ik hou niet van gaten in de boot. Berend ook niet. Ah, nee? Dan begrijp ik niet waarom jij een 2e gat in onze boot hebt gemaakt. Maar kapitein, dat is toch eenvoudig?
Steven boorde een gat en het water liep daar naar binnen. Berend dacht, Berend boort een tweede gat. Dan kan het water terug langs daar naar buiten. Maar Berend toch! Ja, dat was niet slim van Berend. En zo koos de scheve schuit het ruime sop op weg naar het volgend avontuur. Schip ahoy, piraatjes!